Wij bouwen een kartonnen huis en moeten daar vannacht in slapen. En als hij niet op tijd af is, slapen we op straat. Dit is de locatie waar we ons huis gaan bouwen. Nou, kartonnen huis, aangezien de huizenmarkt in Nederland nogal duur is geworden. Ja, klopt. En we gaan niet zomaar een huis bouwen. Dit wordt echt een huis waar we in gaan overnachten. Dus ja. Het moet wel een goed huis worden. Ja, dat is nog wel moeilijk met het weer van Nederland. Ja, en met deze wind. Maar gelukkig hebben wij hulp van een man. Namelijk... Dit kunnen we natuurlijk niet zonder een man, hè? Anders komt het helemaal niet goed. Ja. Hier moeten we het mee gaan doen vandaag. Kijk, het waait al weg, want de wind is hier helaas aanwezig. Waar beginnen we mee? Ja, wat ze zeggen, goede fundering is de basis van elke relatie. En ook elk kartonnen huis. Dus we gaan eerst even zoeken. Maar jongens, moeten we niet eerst met de muur beginnen? Ja, misschien wel, ja. Jongens, heel leuk en aardig, maar na jaren bouwervaring ben ik er wel achter gekomen dat de vloer eerst het belangrijkste is om erin te leggen. En daarna zetten we die vast aan de muren, want anders waait de muur zo weg. Als jij het zegt. Ja, ik zeg het ja. Ja, gaan we nou weer ruzie maken? Je zei toch goede fundering bouwt naar je relatie? Ah joh, waar willen jullie hem hebben? Ja, hier. Oké. Okay. Nou. Ze noemen me ook wel Bob de Bouwit. Nee! 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 Of laminaat! We beginnen met de vloer en deze maken we 2 lagen, zodat hij lekker dik is en er moeilijk water doorheen kan komen. Ja jongens, gaat super goed. Het gaat heel erg. Oh, precies toen jij dat zei. Het fout. Het gaat heel goed. Het gaat supergoed. Dat knippen we eruit. Hier kunnen we ook wel echt gewoon makkelijk in slapen. Oprecht? Makkelijk. Dit is echt fucking. We gaan eerst de lengte in en dan de breedte in. En dan heb je gewoon dubbel tape. Oké, we zijn nu klaar met de vloer, zoals je ziet. Hij ligt er prachtig bij. En we gaan nu beginnen met de walls. Ja, en daar vrees ik voor, want de wind staat nogal flink te waaien. Hè? Dus we hopen dat het gaat lukken. Ja. We hebben een paar hele grote tv-dozen en daar zit dus een hele goede hoek in. Ideaal voor als je een huis wil bouwen natuurlijk. Ah, dit gaat echt makkelijk worden. Ja, ik bouw heel vaak huizen van karton. Dit is... Ah, het zit mijn haar vast. Oh. Dit tape. Wat doe je? Ja, I don't know. Oh jongens, dit is officieel. De eerste muur staat. Woe! Wat voor, hè? Maxime, heb je goed gedaan. We hebben nog best wel goede stukken liggen. Ja, ze zijn echt lekker dik. Soms zit het even tegen. Jongens, ik heb hier de palen voor de hoeken, voor extra versteviging. Dus die kunnen we zo neerzetten. Heb jij VWO gedaan of zo? Eerst VWO, toen de HAVO, maar ik had makkelijk VWO gekund. De muur gaat iets moeilijker dan de vloer. Dat komt door de sterke wind die ons de hele tijd dwars zit. Oh nee! Ah! Zo klaar met mijn leven, jongens. Maar jongens, alles stort in. We hebben dus van die soort pilaren gevonden en daar gaan we het mee proberen te verstevigen, want het is gewoon geen doen. Maar we hebben wel een huis zometeen, daar gaat het om. We zijn nu in de hoeken steunpilaren aan het neerzetten en dat werkt echt heel erg goed tegen de harde wind. Want normaal neemt de wind dus helemaal die muur mee, maar door die pilaren daar wordt het echt een stuk minder. Het gaat tot nu toe best wel oké. Met z'n drieën, hè? Dat gaat echt wel heel erg goed. Oh, daar is het bouwen, hè? Ook gewoon wildlife. We hebben hier een... Wat is het? Wat is het? Ik weet niet. Wat een tor of zo? We hebben hier een tor. Nee, een kevertje denk ik. We hebben hier een kevertje. Ik heb geen idee. We hebben geen idee. We moeten wel sowieso even wat meer de hoogte ook in. Ja? Ja, want hij is toch echt laag. Oké, zoals je ziet, de muren die staan al. Maar het is al best wel laat aan het worden en we hebben honger. Dus wij gaan eventjes pizza eten en dan gaan we daarna door met de rest. Ik ben mentaal en fysiek gesloopt. Oh, dat is zo lekker als je echt trek hebt. Ik heb hier gewoon kip opbesteld. Ik had net kip, ik moest ook extra voor betalen. Yes, dan stil even een bakje kip. Oké, dat is goed, dankjewel. Dat is zo lekker. Weet je wat zo fijn is aan dit? Dat de pizza ook wordt geleverd in karton. Je kunt als dak gebruiken. Dit is een perfecte daktegel. Jongens, geweldig. Decoratie. Maar het gaat tot nu toe op zich best wel goed. We zijn nu alleen
op een punt gekomen dat het moeilijkste gedeelte gaat gebeuren. Ja. Het dak en het gebouw verhogen. Mm-hmm. Dat verhogen gaat echt lastig worden. Mm-hmm. Ik weet niet of het wel gaat lukken. Ik ook niet. Oh, ik hoop zo dat hij voor vanavond af is, anders moeten we buiten gaan slapen. Mm-hmm. Ik ben niet zo'n pizza fan, maar ik had wel honger. Op dit moment ben ik echt pizza fan. Hoe laat moet je eigenlijk weg? Ik heb gezegd 9 uur. Oh. Nou, anders ga je gewoon niet. Je gaat pas weg als het af is. Oké. Okay. Eerder ga je niet weg. Auw. Sophie en Sander zijn nu bezig om alles gelijk te maken, zodat we in één keer het dak erop kunnen leggen en die ga ik nu maken. En dan hopen we dat we eigenlijk het huis zo ver mogelijk af hebben en dan kunnen we de inrichting gaan beginnen. Het begint al donker te worden, dus we hebben echt haast. Dit gaat zoveel soepeler dan we dachten. Kijk, we zijn al helemaal hier. We moeten alleen dat laatste stukje nog en dan het dak en dan hebben we hem al. Ik denk dat we oprecht bij de klaar zijn. Ja, en de wind is een beetje gaan liggen. En we gaan weer door. Ik denk dat het huis vanavond misschien wel klaar is. Dat denk ik ook. Hey. Jongens, de muren zijn klaar. Hij staat. We hebben alleen het dak nog. Ja. We hebben alleen wel één probleem. Wat? Sophie zit nu vast. Oh ja! Oh nee! Oh, wat nu? Ja, we moeten een deur maken. Dat klinkt helemaal niet als een heel erg gek idee. Misschien moeten we even deuren gaan snijden, ramen snijden, dakje erop. En misschien de deur als laatste, dan zijn we het langs van haar af. Hey! Deur als eerst! Oké, we gaan de deur als eerst doen. We gaan nu even de deur doen. Prima. Hier zijn we aan het bespreken waar de deur moet komen. En deze moet breed genoeg zijn, want onze slaapmatjes moeten er natuurlijk nog doorheen. Als het mislukt, kunnen we het allemaal nog dichttapen. Oh ja, dat is waar. Oké. Doe het wel voorzichtig. Oh. Is allemaal de deur. Ja! Oh! Oh ja, de deur! Yes! Wat een lelijke deur. Hallo? Hallo? Ik heb een bestelling voor Maxime en Sophie. Oh, ja, dat zijn wij! Ja, ik heb een mooie kartonnen doos voor jullie. Oh, dat is een nieuwe bank, denk ik. Ja, tof. Nice. Ja, dit is gewoon de bank. Leuk. Toen kwam Sander ineens op het geweldige idee om het dak te verstevigen met een pilaar van bananendozen. Het dak? Dat is wel echt een heel groot stuk. Dat is toch top? Echt topstuk. Het is zo lelijk, maar zo leuk. Een goed dak met het Nederlandse weer is heel erg belangrijk. Er kan natuurlijk altijd veel regen vallen vannacht. En daar word je niet blij van als je in een doos slaapt. Ik had zo niet verwacht dat het nog best wel goed zou gaan. Oh, dit is op. Tape is op. Alweer een tape. Hebben we nog wel. Maar toen. Jongens, we hebben slecht nieuws. We hebben geen man meer. Sander is naar huis. Ja. Dus we moeten het nu samen doen. Ja. We moeten het nu samen gaan doen. Ja, maar gelukkig zijn we echt al super ver. Het dak zit er bijna helemaal op. De muren zijn gedaan, dus ja. Nee, kom op. Dat moeten we toch gewoon kunnen. Ja, dan moeten wij gewoon kunnen, jongen. Nee. Nou, oké. Alleen nog het dak en dan de inrichting. En dan moeten we ons bed gaan klaarmaken. Ja. En de zon is bijna onder, dus we moeten opschieten. Let's go. Race tegen de klok. Ik ben nu bezig hier met de pilaar. We hebben een soort pilaar gemaakt van allemaal bananendozen. Die zijn lekker stevig, die zijn lekker goed. En deze moet het dak gaan houden. Ik hoop echt dat het warm genoeg is hier binnen vanavond. Ja, we moeten onszelf gewoon dik gaan inpakken. We moeten gewoon veel dekens meenemen, Max. Het begint oprecht nu wel een beetje koud te worden. Dan zijn we gewoon niet hard genoeg aan het werk. Ja, misschien moeten we gewoon harder werken. We moeten gewoon doorwerken. Het is bijna officieel. Als dit stukje vast zit, hoeven we alleen het kleine vierkantje nog. En dan is ons dak klaar! Woehoe! Woehoe! Oh, yeah! Wij hebben onderdak! Haha! Party! Party! Het dak gaat eraf! Niet eraf! Want hij zit net! Hij zit net! Daar gaan we! Hij is af! Yes! Yes! Nou, voor hoeveel gaan we erop zetten op Funda? Ik zat te denken, ik zag in Amsterdam die huis op Funda staan voor echt meer dan 300.000 voor zo'n krot onder de grond. Ik dacht, nou, in Amsterdam neerzetten en 400.000 voor vragen. Dat vind ik echt wel een heel goed idee. Ja, stel je voor, je wilt even uitgaan. Dan zet je hem gewoon voor de deur bij het uitgaan. God, light your mind. En dat voor karton van de stort, hè? Ja. Welcome, welcome. Wow, dankjewel. Wauw. Ik denk echt wel dat ik hier lekker ga slapen vannacht.
Daar zit je dan, met je bed. Hey, ik zeg altijd maar, je kan nooit te oud zijn voor een sleepover in een eigen gebouwde hut in de tuin. Jij zegt dat altijd. Ik zeg het nooit, maar vandaag even wel. Dit huis kost oprecht 0 euro. Als je gewoon een sloop gaat, je gaat een sloop, je haalt kartonnen dozen op, die geven ze gewoon weg. Ja. En dan, je moet wel een tape gaan kopen. Nou, dan ben je misschien met die tape erbij maximaal voor dit huis 15 euro kwijt, zoiets. Gaat het passen? Oh, dit past gewoon. Past het? Ja, dat past gewoon. Oh, dan gaan we gewoon zo en zo liggen, toch? Ja, dan ga ik hier en dan ga jij daar. Ja, dan hoeft niemand bij de deur. Als ik hem dan hier neerleg. We zijn dus achtergekomen dat we gewoon stroom hier buiten hebben. Dus als we gewoon een verlengsnoer hierheen leggen, dan hebben we stroom. Ja, en dan kunnen we hier lampjes op gaan hangen. Welkom bij de Osso van Maxime en Sophie. Nou jongens, daar zitten we dan. We hebben ons hele huisje ingericht. Een bedje, een soort luchtbedje. Wel, ik hoop dat het niet lek gaat lopen. Ik zit er best wel prima bij. Het is best wel warm hier binnen. Ja, klopt. En windstil, gewoon top eigenlijk. En tot nu toe denk ik echt, we kunnen hier prima slapen. Ja, dit is echt denk ik prima. Eigenlijk tot nu toe nog niks negatiefs. Behalve als het gaat regenen, dan wordt het echt niet leuk. Voor de mensen die niet geloven dat het echt donker is. Oh. Het is fiksmart. Het is zeker wel nacht. Oh, het is ook al kort over één. Ja, het is echt super laat. Kijk hoe donker het is. Het is best wel nice eigenlijk. Ja, klopt. Het is echt wel nice. Ik zeg verkopen voor 400k op Funda. Ja, ik heb me al heen gezet. Ja, ja, goed zo, goed zo. Het ruikt hier ook serieus echt naar karton. Ik vind het heel gek. Ja, dat... We zijn omringd met karton. Oh, wat gek dat het naar karton ruikt. Jeetje. Hey, jongens, wel trusten. En we zien jullie morgen ochtend. Echt kapot. En geniet hier van de mooie timelapse waarbij wij buiten slapen in een doos. Fun fact, het was maar 7 graden. Maar gelukkig hebben we het helemaal niet koud gehad en is het ook droog gebleven. Oh. Hey, goedemorgen. Good morning. Heb jij lekker geslapen? Ja, ik heb best wel prima geslapen. Alleen, op een gegeven moment, je hoort wel echt alles. Dus daar kan je best wel van wakker worden. En je ligt best wel vlak op de grond. En het ruikt echt naar karton hier. Ik had dus echt verwacht dat ik echt een slapeloze nacht zou hebben. Maar ik heb echt verbazingwekkend goed geslapen hier. Dus eigenlijk kunnen we hier dus gewoon wonen. Ja, is dat nog een vraag? Makkelijk, easy. We moeten alleen nog even een oplossing vinden voor plassen, koken, poepen en dat soort dingen. Maar voor de rest, een tophuis. Ja. Zullen we gaan slopen? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe stevig hij is. Maxime, zo'n dronken man. Geld. Oh, moet opnieuw gaan beginnen. Ja, weer eens keer. Ja, chill. Nou, ik heb de tape er maar vast bij. Ja. Dan kunnen we opnieuw gaan beginnen.